Even een disclaimer, ik ga niet weg. Er gaat iemand weg die ik lief heb. Hoi en welkom bij deze extra video. Ik heb hier een video die best wel bijzonder is voor een persoon. Ik noem geen naam, maar diegene weet waarvoor die het is. Ik heb vorige keer met iemand achter schermen overleg gehad dat het niet meer hoeft. Niet meer. En tijdens de storytime die vorige week is geweest, is de laatste keer dat ik die naam heb genoemd. En nu noem ik die naam echt niet meer, probeer ik het anders. Wil je weten wat ik wil vertellen? Wat ik bedoel met de titel Vaarwel en tot ziens, zie je naar de intro verder. Hoi mensen, daar was ik weer. Leuk dat jullie dit nieuwe video. Ik ben Isaac en ja, ik heb jullie wat te vertellen en dat is dat iemand weggaat. Ik ga niet weg van YouTube, zeker niet het tegendeel. Zodat jullie denken, Isaac gaat weg. Nee. Dat is misschien de titel wel zo bedoeld, wel tot ziens. Nee. Ik niet. Maar wel iemand anders, iemand die mijn diva is geworden in mijn leven en. Dat buiten eventueel weet ik echt ook niet hoe het ziet, dus dat wel toekomst brengt. Ik wil voor die persoon, ik zat net te kijken naar naar het testje die voor haar vriend met een video had gemaakt. Dan moet ik doen voor haar ook dat ze weggaat, want een persoon gaat weg en dat doet me best wel pijn en dat is even verdriet, want diegene heeft me heel veel gesteund in heel veel tijden. En heel veel tijden en heel veel dingen die ik moeilijk vind. En dat ze wel begrepen wat ik bedoel. Er was een tijd, dat was mijn moeder, die in zich uitlag. Toen kreeg ik een lesbeurding. Deze persoon me heel goed mee geholpen in die tijd. Want, door haar ben ik weer opnieuw gaan leven. Ik wil opnieuw gaan nadenken over het leven, wat ik wil gaan doen. Van ja, ik wil YouTuber zijn. En diegene die is een keer bij een virus geweest. Zou ook niet via een link in ijsscherm. Ik weet niet welke video het is, natuurlijk niet. En doe ik ook niet. En ook een link in de beschrijving ook niet. Maar gewoon even duidelijk zijn dat ik diegene heel erg mag. En zij gaat ook haar eigen kant op. Zij gaat. Is heel tof doen en ja, het is best wel in het beste geval, zie je wel in de video wat erin klapt, zie je in de video dat je een tweede gemaakt hebt voor haar, dat ik voor haar jammer dat ze weggaat en dat soort dingen, het is een beetje nadenken ervan, want deze video is natuurlijk na storytime. Ja, eerder opgenomen, maar na zo'n tijd zijn we online gezet. Door YouTube, want dit is ook weer gepland. Door YouTube, noem mij. Want ik plan vaak dingen in, zoals jullie weten. En dan kan ik rustig aan dingen doen, terwijl gewoon video's zelf online komen. Ik release toch? Niet waar? Gedacht vind ik ook. Maar goed, even terugkomen naar het topic. Het is best wel moeilijk om haar. Gedachten zeggen binnenkort. Zij gaat over een paar weken terug weg. Dat vind ik best wel jammer en best wel verdrietig. Ik heb eerder al verteld had tegen jullie in deze video van. Dat ik haar best wel mag. Niet in de zin van. Nee, dat niet. Maar dacht ik even ook weer. Maar ik kreeg het weg een beetje. Ondertussen een beetje. Maar ik denk dat het tussen de video online is. Dat ik wel kan zeggen van. Ja, het is echt. Weg. Want ik dacht van, jammer dat je weggaat en stom dat je weggaat. Niet leuk, nooit echt leuk als iemand weggaat dan je niet verwacht. Zeker niet. En ja, ik wil je graag meegeven dat iemand weggaat uit je leven die best wel
intensief met jou heb gepraat over dingen, ook over het leven. En ik heb natuurlijk ook contact met zo'n waar ik kwam. Maar bij haar kon ik echt alles in kwijt wat ik wou. En dat is wel een bepaalde moment wat je missen, eigenlijk. En nee, zij weet ook niet dat ik deze video maak. Ik heb geen namen. Natuurlijk probeer ik het dan eerder als hij voor de intro. En ja, het gaat je goed. Wat je gaat doen in de toekomst, wat je gaat doen in je toekomst, echt heel erg tof. Want je gaat met een masseuse, een sportmasseuse. En je gaat de wereld rond. En dat vind ik echt heel, heel gaaf dat je dit gaat doen. Echt respect dat je dit doet. Niet echt bedoeld natuurlijk naar jou toe, maar gewoon dat je denkt van, goh, Isaac, ik wil het goed. En Isaac, het is het beste voor je met je voor. En ja, het is mijn ongekeerd ook, natuurlijk. En dat doet me best wel veel pijn. En heel veel liefde. Nou, gewoon liefde. Niet verder dan dat, nee. Gewoon liefde en gewoon weer ook leuke tijd geweest tussen ons samen. Verder ken ik me niet. En ja, voor de rest is het gewoon best wel heel erg ingewikkeld. Dat je weggaat, dat je voor jezelf kiest. Voor je eigen droombaan wil kiezen. Dat heb ik ook gedaan. Ik ben een YouTuber. En ik kan dan nog voorstellen dat ik een YouTuber ben nu. Ik niet hoor. Ik kan me niet voorstellen dat ik dat al een kortje keer zei tegen mezelf. Goed is dat ik een YouTuber. Ik ga video maken voor jullie. Ik ga jullie vloggen. Dat is deze camera. En ja, dit is echt heel tof dit. En ik weet dat jij ook heel veel liefde voor mij hebt. Dat je echt ook het beste voor mij voor hebt. Dat ben je ook echt niet. Dit valt ook helemaal niks van jou. Stiekem ook wel, maar ook weer niet. Maar ik verwacht niks van jou. Ik hoop de toekomst van je. Wie weet wat de toekomst brengt. Wie weet hoe de toekomst wel wat leuk vindt met iemand samen. Of iemand samen die ik lief heb. Of anders. Of een vriendschap is ook belangrijk. Of een liefdekering. Mooi is. Maar goed. Het video weer heel lang, dat is ook niet de bedoeling. We staan nu op 7 minuten. Maar goed, het is nog langer voor een eindscherm intro en goede intro. Dus doe het een iets langer dan anders. Vind je het video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Dat is dit keer voor de 70 likes. Ja. En doe dan een duimpje omhoog voor 70 likes. En dan zie ik jou elke dag om 4 uur een nieuwe vlog. Op welke zondag om een nieuwe video. Of random. Als ik het Twitter in de gaten, @blogisaac. En dan vergeet ik ook te zeggen. Geniet het delen met al je vrienden en je familie. Via je socials. Twitter, Instagram of elders. Mag ook op WhatsApp zijn ofzo. Dus ik moet wel tot later allemaal.